Het was gewoon weer een prachtig seizoen met heel veel mooie hoogtepunten. Mijn gevoel is natuurlijk super, moe maar voldaan en heel erg blij en trots ook wel. Ja, toch wel een voldaan gevoel, het is de laatste wedstrijd van het seizoen en ik ben blij met het hele afgelopen seizoen. Natuurlijk had ik graag de 10 kilometer gewonnen, maar als ik gewoon naar het algehele beeld kijk, dan mag ik niet ontevreden zijn. Overal goud was een beetje een utopie en natuurlijk had ik ook heel graag op de 1000 meter nog goud gepakt, maar goed. Ja, dat houdt je ook scherp en dat houdt je ook gretig voor volgend jaar. Wat was nou je mooiste moment dit weekend? Nou, toch wel de 5 kilometer. En ik moet zeggen ook wel de 10 pursuit. Er staat natuurlijk veel druk op en er wordt veel tijd en energie in gepompt. En dan is het toch wel lekker als die bevestiging dan ook komt. Ik ben heel trots op deze prestatie die ik heb geleverd. Dus wereldtitel, dus dat is mijn eerste. En ja, daar ben ik heel blij mee. Ik ga nu eerst rusten. Ja. Ik ga nu eerst vakantie nemen, lekker op vakantie. En dan over een kleine 4 weken dan gaan we weer aan de slag. En dan ga ik voorbereiden op het Olympisch seizoen. Waar kijk je nou het meest naar uit voor volgend seizoen? Wat zijn je plannen? Ja, toch wel de Spelen. Ja, al die andere wedstrijden zijn ondergeschikt aan de Olympische Spelen. Dat is het belangrijkste. Wat is je doel? Goud op de 5 en de 10 en wellicht de 10 pursuit.